rijst. Het basisvoedsel voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Naturel of verwerkt in sushi, paella of risotto? Maar wist je dat rijst ook een van de meest klimaatonvriendelijke gewassen ter wereld is? Dat komt omdat rijstvelden traditioneel onder water gezet worden. Dit zorgt namelijk voor de uitstoot van methaan, een van de hardnekkigste broeikasgassen. Van de menselijke methaanuitstoot is maar liefst 9% afkomstig van rijstvelden. 9%. Dat is veel, hè? Zelfs de methaanuitstoot van fossiele brandstoffen is maar 3 keer hoger. En bestaat er daar dan geen oplossing voor? Wel, gelukkig wel. En die oplossing is minder irrigeren. Want wat blijkt er? Als je minder water toevoegt aan de bodem, zien we dat de uitstoot van methaan ongeveer halveert. En waarom is die uitstoot lager? Tja, waarom? Wel, we weten het eigenlijk niet goed. We weten het niet goed omdat er in bodems van rijstvelden zoveel tegelijkertijd gebeurt dat het heel moeilijk is om verschillende processen in de bodem van elkaar te onderscheiden. Maar omdat ik toch op mijn honger bleef zitten, ben ik tijdens mijn doctoraat in de bodem gedoken om te onderzoeken wat er nu precies gebeurt wanneer je minder water toevoegt tijdens het teelt van rijst. Hiervoor heb ik bodems uit belangrijke rijstproducerende gebieden in Bangladesh en Italië naar het labo gebracht. En daarin keek ik naar wat er gebeurt met verschillende vormen van koolstof en stikstof. Want die zijn cruciaal tijdens de productie van methaan. En hoe heb ik dan gedaan? Wel, daarvoor heb ik naar atomen gekeken. Meer bepaald naar minuscule verschillen in de atoomkern voor, na en tussen verschillende bodemprocessen. Zo kunnen we toch iets beter volgen wat er in de bodem gebeurt. Maar ja, Helene, allemaal goed en wel, maar waarom moeten we eigenlijk weten waarom die uitstoot lager is? Belangrijk is toch eigenlijk gewoon dat minder water in de bodem zorgt voor minder uitstoot van methaan? Wel, als we goed begrijpen wat er in de bodem gebeurt, kunnen we ook veel beter voorspellen wat de methaanuitstoot of de gewasopbrengst is van rijstvelden via bodemmodellen. Zo moeten we niet overal de methaanuitstoot gaan meten en kunnen we ook op voorhand nieuwe teeltmethodes met elkaar gaan vergelijken. En moet je je schuldig voelen als je binnenkort nog eens rijst of sushi eet? Nee hoor, want wetenschappelijk onderzoek zoals dat van mij en de inspanningen van landbouwers zorgen ervoor dat rijst stap voor stap klimaatvriendelijker wordt. Smakelijk!